het virus brak uit. En toen kreeg ik een appje van Marcel. Dus hij stuurde me een blouse op. Succes ermee, maak er maar wat van. Ik begon echt gelijk te improviseren. Toen kreeg ik het terug, de files. En toen dacht ik, jezus, crimineel zeg. Toen moest ik ineens aan een ander stuk denken van een vriend van mij. Wat ik ging inspelen en terugsturen naar Marcel. Denk je, god, wat past daar nou mooi bij wat drums betreft? Nou, ik hoorde daar echt zo'n hele oude vintage drumsound bij. Hij speelde die precies zoals ik die hoorde. En het voelde als een bandje, al was het maar met twee man, het voelde meteen vol. Dit. Van het een kwam het ander, ja. En dan heb je twee stukken, dan denk je, nou, misschien kunnen we wel eens iets bij elkaar doen. Eén keer gezien tijdens het hele proces niet. We hebben elkaar alleen maar via telefoon eigenlijk gezien. Het is heel anders dan dat je normaal een plaatje zou opnemen met z'n tweeën, waarbij je in dezelfde ruimte zit. En dan kun je elkaar aankijken en dan echt cues geven aan elkaar. De files die Tim aanlevert, die klinken eigenlijk al zo fantastisch. Hij weet precies van, oké, in dit nummer, als het een beetje distorted moet zijn, dan heeft hij al het goede galmpje erop. En als het space moet zijn, dan zit er al een mooie lange galm op. Dus we hadden het hele klankpalet met z'n tweetjes. Geloof ik 65 gitaartracks had ik binnen en ik moest er bijna een monitorscherm bij kopen, want het was alleen gitaar allemaal. En dan had je weer een eindje en weer een soort hoog meelgeluid en nou, ik heb het allemaal bij elkaar gezet en het was werkelijk, het was zo gaaf.